Vervolgens wil je dat het geluid nog een beweging krijgt. En dat doen we door middel van modulatie. Hieronder zie je een hele rij opties met misschien nog enge knoppen. Maar het is eigenlijk vrij simpel. Ik ga eerst even terug naar een basic waveform. Ik draai het filter even uit, zodat dat helemaal niks doet. Deze waveform wil ik niet hebben. Volume van de zaag, tand, ga terug naar basic waveform. Als ik nu speel en ik laat hem los, is het geluid gelijk weer weg. Sommige instrumenten, en dan bedoel ik akoestische instrumenten, reageren op hoe je speelt. En ook dat kan je in een synthesizer nabootsen. Een van de belangrijkste dingen is volume en het controle over de volume. En dat doen we door middel van met een amplifier. Amplifier is versterker, dus het bepaalt het volume. En de envelope bepaalt het verloop van het volume. Dus amp envelope. Als ik nu speel een noot, heb ik gelijk geluid. Blijft hetzelfde volume. En als ik loslaat, is het weg. Deze envelope bestaat uit ADSR. En ADSR betekent Attack, Decay, Sustain en Release. Sustain ken je misschien van het sustainpedaal bij een piano. En die houdt een klank aan. Bij een synthesizer is dit eigenlijk een volumeschuif. Dus als ik een noot speel, dan heb ik gelijk geluid. En dit is dan het volume waarop die blijft hangen. Zolang ik hem inhoud, heeft hij het volume van de sustainer. Sommige instrumenten, als je bijvoorbeeld een viool speelt, dan heb je een boog en dan krijg je langzaam geluid. Je kan ook met een gitaar kun je langzaam volume control opendraaien. Dan krijg je langzaam, een beetje zoals een fade-in, dat je langzaam geluid harder wordt horen. Hoort worden. En dat doet de attack. Dit is het begin, de attack van een sound. Ik heb nu gelijk geluid en het blijft het volume van de sustain. Dus nou de attack omhoog toe. En dit is eigenlijk de tijd die het duurt vanaf stilte tot aan maximaal volume. En dat volume blijft dan op dit niveau. Dus als ik nu die noot speel, en ik zal het even overdrijven, niet al te lang, want dan zitten we hier tot morgen nog. Langzaam harder. Komt hij op sustain niveau, en blijft op dit volume totdat ik hem loslaat. En gelijk weg. Het gelijk weg, dat is het einde van het geluid, de release. Release is loslaten. Zodra ik een noot speel en ik laat het los, dan gaat hij naar de release stage. En dit is de tijd die het duurt voordat hij van sustain volume, dus een bepaald volumeniveau, langzaam uitveedt naar stilte. Die helemaal stil is. Dus als ik nu de release omhoog doe, ik heb de attack heel langzaam, dus je hoort hem langzaam invaden. Langzaam volume omhoog. Volume blijft, zolang ik de noot inhoud, zolang de noot gespeeld wordt. Als ik de noot loslaat, dus niet meer speel, gaat hij naar release en duurt het een tijd. De tijd, dat is deze fader, dus hoe hoger die staat, hoe langer het duurt. Naar stilte. Dan klinkt hij een beetje uit. Klinkt soms ook een beetje als een galm. Maar dat is het niet. Galm is een beetje een ruimte. Dus ik heb langzaam geluid in.
Het dek komt op een bepaald niveau. Dat is de sustain. Sustainniveau. En zodra ik hem loslaat, gaat hij naar release. De tijd die het duurt voordat hij stil is. Dan hebben we nog de decay. En de decay is de tijd die het duurt voordat hij na de attack tijd valt naar sustain. Nu is de sustain helemaal open. Ik draai de sustain even dicht. Ik draai de release even dicht. Dan gaan we eerst even luisteren. De decay, dat zie je hier ook een beetje aan het boogje. Dit is de eerste tijd, de tweede tijd voordat hij afdaalt naar het systeemniveau. Dus dat hij iets zachter is. Dus als ik de attack snel hou, de decay langzamer, dan duurt het een tijdje. Dus dan heb je gelijk geluid. Het wordt ietsje zachter, blijft het op systeemniveau. En dan gaat hij gelijk weg, doordat de release heel snel is. Dus je hoort hem echt een beetje dalen. Blijft op sustainniveau. Laat hem los. Release is helemaal niks. Is gelijk weg. Dus wil ik nou een heel kort percussief geluid. En ik speel een noot. En ik wil dat hij heel snel wegvalt. Dan doe ik geen sustain. Terwijl hij klinkt niet door als ik langer speel. En de decay bepaalt dan hoe snel die wegvalt. In het sustain staat op niks. 6. Helemaal stil. Dus een hele korte decay. Krijg je meer tikjes. Heel veel instrumenten werken zo. Bijvoorbeeld als je een drum aanslaat of een gitaarsnaar met een plektrum met je vingers, heb je gelijk geluid en het geluid daalt gelijk naar stilte toe. En een drum, als je met een drumstok op een vel slaat, heb je gelijk geluid, gelijk dus de attack is heel snel en het valt gelijk eigenlijk stil. Sommige instrumenten duren wat langer. Ligt bijvoorbeeld aan hoe groot de trommel is. Dus je kan hem lang indrukken, maar er is geen sustain volume. Dus hij valt door de decay naar de sustain volume en de sustain volume is uit. Standaard op initialisatie in Silent staat dus de sustain helemaal open. Dus je hebt gelijk geluid. Maximaal volume totdat je een noot loslaat en dan is die weg. Zo'n envelope is dus eigenlijk het verloop van het geluid. Nou kun je dat met meerdere dingen doen. Bijvoorbeeld de toonhoogte. De toonhoogte in het Engels noemen ze pitch. En dan komen deze schuifjes aan de orde. Want ik kan deze envelopes, mod envelopes of modulatie envelopes, kan ik toewijzen aan verschillende onderdelen van de synthesizer, waaronder pitch. En dat ga ik eens doen. Dus ik ga hier naar dit vakje en dan kan ik kiezen waar die envelope naartoe gaat. Ik gebruik alleen nog maar oscillator A, A1 en A2. A2 staat wel en voice, maar het volume staat uit, dus ik hoor alleen maar één voice van mijn zaagtand. En ik ga de pitch aanpassen van deze beide oscillatoren. En dat doe ik door middel van deze knop. Dit is de hoeveelheid modulatie die gestuurd wordt naar de toonhoogte van deze oscillatoren. Dus nu staat hij in het midden. En dat betekent dat hij niks doet. Hij staat gewoon op 0. Naar boven is positief, dus gaat hij omhoog. En naar beneden, naar links, is negatief, gaat hij omlaag. Zoals we het laten horen. Ik zal hem even overdrijven. Hoor helemaal niks. Lager. Heel hoog piepje. Sorry voor degene met goede oren.
Nou is dit niet zo heel exciting. Dat komt omdat je hebt gelijk toonhoogteverschil door de attack. Die decay is er niet, dus hij zit gelijk op een bepaalde pitch. En daar blijft hij op zolang ik de noot in haal. Dus nou die beweging die ik net had, dus een hele snelle attack. Een decay die afvalt naar helemaal niks. En de sustain op nul. Dan krijg ik dat de toonhoogte hoog begint en langzaam naar beneden valt. Decay. De hoeveelheid die deze envelop naar de toonhoogte van de oscillator stuurt. Hoe hoger ik deze zet, hoe hoger die naar die eerste pitch gaat. En dit is dus de tijd die het duurt. Misschien wel aardig om te zien. Eerst zie je dat die waveform dubbel, dubbel, dubbel is. Dus eigenlijk octaven hoger. En je ziet aan het spectrum dat die heel erg rijke klank heel veel hoog bevat. En dan langzaam. Naar de basic wave. Basic toonhoogte. Dus als ik nou attack omhoog doe, betekent dat hij langzaam in toonhoogte omhoog gaat. Totdat hij naar sustain niveau en dat is weer nul. Dus als ik die omhoog laat, dan blijft hij daar op dat niveau waar de sustain op staat. Ook wel bekend van oude koekje te spellen als Mario bijvoorbeeld springt. Heel veel drum sounds, om maar een voorbeeld te geven, hebben als je op een snare slaat of een kickdrum kikt, hebben gelijk het vel, dat zet uit, de toonhoogte gaat even omhoog en valt naar beneden. En dan krijg je van die klikjes. En die tijd is dus heel belangrijk dat het van een soort sirene naar klikjes gaat. Heel veel oude keyboards, elektrische piano's hebben dat ook. En andersom, negatief, dan werkt het precies andersom. Dus dan gaat die in plaats van hoog naar laag, laag naar hoog. Alsof deze beweging precies omgekeerd is. Dubbelklik om hem te zero, oftewel terug te gaan naar de basispositie. Ook deze envelopen staan bij initialisatie op systeem maximaal.